Nee, ondertussen ga ik hem bellen. Hij is hoogleraar medische ethiek in Gent. En het was voor hem nogal veel gevraagd om eerst uit Antwerpen en vanavond terug naar Gent te gaan om hier even bij te zijn. Dus we hebben gezegd, we gaan met je skypen als je het goed vindt. Ignaas Davies heet hij. Het lijkt te werken. Hey, goedenavond. Hallo, goedenavond. Fijn dat je erbij kon zijn langs de digitale weg. Waar ben je nu? Ja. Antwerpen of Gent? Helemaal in Gent. Helemaal in Gent. Thuis in Gent. Ja hoor, zeker. Okay. Ik ben blij dat we met jou kunnen spreken. Want jij bent, behalve hoogleraar, ben je ook mede-auteur van de bundel Ziek van Gezondheid. En dat gaat over onze obsessie met gezondheid en hoe we daar juist weer ziek van worden. Vroeger, heb je me gezegd, waren we gezond, gewoon gezond, tot we ziek werden. En nu is het andersom. Wat is die situatie nu? Wel, ik heb inderdaad dat beeld gebruikt dat het uitgangspunt van waaruit we naar gezondheid kijken is veranderd. In die zin dat je vroeger, met alle voor- en nadelen die eraan gekoppeld waren natuurlijk. Maar vroeger ging je er in principe vanuit, tot het tegendeel is bewezen, ben je gezond. Dus je had af en toe klachten, dan ging je naar een arts in een ziekenhuis, je werd van die klacht genezen en dan ging je terug naar huis en deed je verder. Dat had het nadeel dat je soms ziek was terwijl je het niet wist, want dat heet zoiets, of zoiets heet vandaag preventie, sorry. Maar dat had wel het voordeel dat je een soort van gemoedsrust had, dat gezondheid niet iets was waar je de hele tijd hoorde mee bezig te zijn. En als je dat vergelijkt met vandaag, en ik heb daarnet een klein beetje de livestream meegevolgd, dus ik heb al een paar verhalen opgepikt. En dat zijn typische verhalen waar ik inderdaad uit afleid dat we, en deels terecht natuurlijk, begrijp me niet verkeerd, maar dat we vandaag heel erg veel bezig zijn met onze gezondheid. Dat heeft natuurlijk te maken met hoe de maatschappij in elkaar zit en onze gezondheidsproblemen. Maar het betekent ook voor een groeiende groep aan mensen dat ze een soort van, ja, ik noem het vaak een neurotische verhouding met hun gezondheid hebben ontwikkeld. Namelijk dat ze er de hele tijd mee bezig zijn. Elke stap die ze zetten, elke hapvoeding die ze opnemen, elk klein mogelijk symptoom dat ze zouden vertonen, is meteen een signaal van, er is iets met mij aan de hand. En jij zegt dat geeft niet alleen stress, maar is ook een overbelasting voor de gezondheidszorg die daarmee niet toekomt aan mensen die wel echt ziek zijn. Ja, exact. Dus wat we vaak zien in ziekenhuizen, dat is in feite het grote drama, om het zo te zeggen, van gezondheidspromotie. Dat is die mensen die we moeten bereiken in de gezondheidszorg, die bereiken we niet. Daar komen de folders en de vele voorlichtingscampagnes niet aan. En die mensen die eigenlijk nog niet in een ziekenhuis horen binnen te stappen, 1. Omdat ze gezond zijn en 2. Omdat ze er vaak al zijn binnengestapt voor een of andere screening, die komen dan vaak nog eens langs. Waardoor je een groep hebt, en dat zijn vaak hoger opgeleiden, want die kennen de weg zeer goed, maar waardoor je een groep hebt die het systeem gaan overgebruiken. Dus we hebben niet alleen een groep van mensen dat te laat het ziekenhuis binnenstapt, we hebben ook een groep van mensen dat te veel het ziekenhuis binnenstapt, heel vaak vraagt om screenings, heel vaak denkt, ik ben nog niet voldoende onderzocht, laat ik nog eens een onderzoek afnemen. Vanuit het idee van, er komt ooit een dag waar je helemaal zeker kan zijn dat je perfect gezond bent. En dat is nu net het hele punt. Als je de vraag stelt, ben ik perfect gezond? Dan kun je nooit 100% zeker zijn daarvan. Dus denk ik vaak dat we een ideaal najagen waar we eigenlijk nooit zullen bij aankomen. Vraag jij je dat zelf wel eens af, of je wel perfect gezond bent? Wel, elke keer als ik over dit onderwerp spreek, komt die vraag onwillekeurig wel aan bod. Dus ja, uiteraard. Maar goed, ik heb er ook over nagedacht vanuit het gegeven van, je kunt nooit een voldoende, in de zin van een volledig antwoord krijgen op die vraag. Dus ik leg er mij ook bij neer dat er een factor van onzekerheid verbonden is aan de manier waarop wij leven, aan wie we zijn. En die onzekerheid die is er in feite altijd geweest. Ik denk het verschil met vroeger en nu is dat juist doordat we ernaar op zoek zijn, dat we ons ook
meer bewust zijn van het feit dat we nooit die 100% zekerheid nog kunnen bereiken. Want hoe meer onderzoek we doen naar onze gezondheid en alle mogelijke ziektes waaraan we lijden, hoe meer we ook beseffen dat de mens een soort van vat vol risico's is. Als je kijkt wat we allemaal via genetische screening kunnen te weten komen, ja, dan heb je risico zoveel op deze ziekte, zoveel risico op een andere ziekte. En ik denk dat we daar nog moeten leren mee omgaan, eerder dan te denken dat er een dag komt waarop je met volle zekerheid kan zeggen, en nu ben ik 100% gezond. En leidt al deze stress over de vraag of we wel of niet gezond genoeg zijn, leidt dat tot meer actie van onze kant? Of leidt dat juist tot een gelatenheid in de hoop dat iemand anders ons zal zeggen wat we moeten doen? Zoals de godsdienstwetenschapper Makelbergen, die ik in het begin citeerde. Dat citaat heb ik dus niet opgevangen. Leidt het tot actie? Ja en nee. Wat mij wel opvalt is dat, en dat vind ik is zeer opvallend in een periode waar de individuele autonomie zo centraal staat. We zijn heel erg gevoelig voor mensen die zich bemoeien met ons leven. Maar als het op gezondheid aankomt, dan besteden we een groot deel van onze activiteiten uit aan zogeheten experts die ons komen vertellen wat we moeten eten, hoeveel we moeten bewegen, wanneer we moeten gaan slapen. En ik vind dat zo opvallend, alsof we dus anno 2017 niet meer in staat zouden zijn om zelf onze dagelijkse structuur op orde te brengen. En dus gezondheid, als je het bekijkt, dan komt het toch op een paar basisprincipes aan. Dat is dat je niet steeds dezelfde voeding eet, dat je nergens in overdrijft, dat je een beetje fysieke beweging hebt zonder ook daar weer in te overdrijven. En dat je daarmee al een heel eind verder komt. En ik heb vaak de indruk dat een aantal mensen niet alleen in actie komen, maar in een soort van overactie, vanuit een soort van overgevoeligheid daarmee omgaan, waardoor ze steeds meer de lat hoger leggen. Dan is niet 3 keer per week sport voldoende, maar dan moet het 4 keer of 5 keer. En dan moet je niet 1 keer de Mont Ventoux opklimmen, maar minstens 2, 3 keer. En zo krijg je een steeds verdergaande verschuiving die inderdaad voor een groep aan mensen in de maatschappij tot een soort van obsessie is geëvolueerd. Dit heeft geleid tot wat jij noemt een nieuwe kaste van mensen, de worried well. Ja, ik vind het een mooie term. Had ik die term maar uitgevonden, ik was heel trots geweest op mezelf, maar ze komt niet. maar ik vind het een zeer accurate omschrijving om wat er inderdaad bij die mensen gebeurt. In feite stellen ze het goed en ze maken zich toch zorgen. En dat is zo opvallend, omdat het een soort van neveneffect is van, nogmaals, een terechte bekommernis natuurlijk om onze gezondheidsstatus in onze maatschappij. Want we hebben en we kampen heel sterk met grote gezondheidsproblemen. Maar vaak zijn het die mensen die in feite al een gezonde leefstijl hebben, die er dan nog eens extra mee bezig zijn. We zien dat zeer mooi in zeg maar de populatie die ziekenhuizen binnenkomen. Hoger opgeleide liever, die zijn vaak overgerepresenteerd in de cijfers die heel erg met preventie bezig zijn. Terwijl lager opgeleide, die vaak al overgerepresenteerd zijn in ziektecijfers, minder het ziekenhuis binnenstappen. Dus daar moeten we echt kijken hoe bereiken we de risicogroepen en hoe vermijden we dat de angst bij die groepen die eigenlijk best nog wel rustig mogen leven, nog groter aan het worden is. En dus vooral niet evolueert tot een soort van, ja, bijna ziekte zelf in het najagen van bepaalde gezondheidsidealen. Mm-hmm. Dat was inderdaad mijn laatste vraag. Hoe doorbreek je dit? Hoe haal je die wellicht overbodige bezorgdheid weg? Ja, de vraag klinkt zeer eenvoudig, maar het antwoord is van een iets complexere aard. Omdat het, denk ik, met een aantal factoren te maken heeft die in onze maatschappij algemeen helden. Namelijk, wat we in feite de hele tijd door doen, is permanent bezig zijn met onszelf. Onze identiteit is belangrijk, hoe we eruit zien, ons lichaam is de spiegel van onze persoonlijkheid. En daar zijn we heel hard mee bezig. En ik denk niet dat morgen dat individualisme of dat sterk streven naar een uitstraling, een persoonlijkheid, een identiteit, dat zal afnemen. En dus een goede gezondheid hangt ook vast met je sociale status. Hè? Want je toont daarmee in feite, kijk, ik heb alles onder controle. Ik ben bewust aan het leven, dat soort van idealen meer. Wat we denk ik nodig hebben, is dat we daar
als het ware, en het klinkt dan misschien een beetje banaal, maar toch, maar dat we daar als het ware terugvallen op een soort van common sense idee. Namelijk onze ouders en grootouders, die waren best wel in staat om min of meer met gezond verstand te kijken naar wat ze ongeveer nodig hadden om een goed leven te leiden. En wat wij vandaag doen, is vanuit de angst dat er altijd nog iets verkeerd is, steeds meer te raden gaan bij allerlei experts. Kijk naar wat er in magazines te lezen valt, kijk naar de honderden boeken die daarover gepubliceerd zijn. En die telkens ook andere verhalen vertellen. Dan moet je dit eten, dan weer dat, dan is het 1 glas wijn per avond, dan weer mag het 2 of dan net weer minder. Dus we raken daardoor in de war. Dus ik zou zeggen, probeer iets minder het streven of het nastreven van de perfecte gezondheid centraal te stellen in je leven. En probeer je af te vragen, is gezondheid misschien wel een belangrijk perspectief in mijn leven, maar misschien niet het enige. Want ik heb de indruk dat bij mensen op de duur gezondheid nog het enige is waar ze aan denken. Mm-hmm. En je kunt ook op restaurant gaan en iets uit het menu kiezen, zonder dat je altijd afvraagt, is dit goed voor mijn gezondheid? Want eten kan ook gewoon lekker zijn. Hè? Dus we moeten niet alle activiteiten herleiden tot, wat is het effect ervan op mijn gezondheid? Ja. Denk dat over die verwarrende voedingsadviezen hebben we net in Nederland een grappig gesprek in de media gehad over het ontbijt. Het nationale ontbijt. Wat moet een kind ontbijten? En of daar wel of niet hagelslag in mag, bijvoorbeeld. Mag een kind van jou hagelslag eten, Ignaas? Ja hoor. Ik doe het zelf ook trouwens. Deze ochtend. In the interest of full disclosure, de hoogleraar ethiek en medische filosofie eet zelf ook hagelslag. Stel je voor. Het is vast heel goed voor je, daar word je blij van. Ja hoor, soms wel. Absoluut. Ja. Ja, volgens mij is blij worden ongeveer het beste voor je gezondheid van alles. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek? Zeer graag gedaan. Dankjewel, Ignaas Davies. Tot ziens.